Wat fijn dat je vandaag terug bent bij de dagelijkse overdenking van Joyce Meyer. Want hoe je het ook doet, tijd nemen om in Gods aanwezigheid te komen is altijd het beste. Jouw overdenking voor 22 september. Je hebt een relatie met jezelf. Het Bijbelvers voor vandaag staat in Jesaja 43, vers 25. Ik ben het die uw overtredingen uitdelg om mijnentwil, en ik gedenk uw zonden niet. Is het ooit bij je opgekomen dat je een relatie met jezelf hebt? Misschien heb je hier nooit veel aandacht aan besteed, maar je brengt meer tijd door met jezelf dan met wie dan ook. Het is belangrijk dat je goed met jezelf op kunt schieten, want jij bent degene waar je nooit vanaf komt. We zouden van onszelf moeten houden. Niet op een egoïstische, egocentrische wijze dat een levensstijl van zelfgenot produceert, maar op een evenwichtige, godvruchtige wijze dat bevestigt dat Gods schepping in wezen goed en rechtvaardig is. Niemand is perfect en misschien zijn we ontsierd door de ongelukkige ervaringen die we hebben meegemaakt. Maar dat betekent niet dat we waardeloos zijn of voor niets goeds geschikt zijn. We moeten die liefde voor onszelf hebben dat zegt: ik weet dat God mij lief heeft, dus ik kan houden van wat God kiest om lief te hebben. Ik houd niet van alles wat ik doe. Maar ik accepteer mijzelf omdat God mij accepteert. We moeten een soort volwassen liefde ontwikkelen dat zegt: ik geloof dat God mij dagelijks verandert, maar gedurende dit proces zal ik niet afwijzen wat God accepteert. Ik accepteer mezelf zoals ik nu ben, wetende dat ik niet altijd zo zal blijven. Tot slot, wil je met mij meebidden? Heere God, zoals Jesaja 43, vers 25 zegt: u heeft mijn overtredingen uitgewist en accepteert mij. Wat betekent dat ik mijzelf niet moet afwijzen. Ik ben vrij om op een gezonde manier van mijzelf te houden, omdat u van mij houdt. Amen. Fijn, hè? Even stil zijn en luisteren naar een overdenking? Houd je vast aan Gods woord. Tot morgen. Mocht je anderen ook willen attenderen op deze podcast, abonneer je dan op ons kanaal en stuur deze overdenking door aan iemand die vandaag een bemoediging kan gebruiken. Alvast bedankt.